Hallo, ik ben Rijn. Multitools zijn natuurlijk hartstikke handig voor kleine klusjes. Maar je hebt altijd wel een snoer. Of toch niet? In deze review kijken we naar de Bosch PMF 10.8 Lithium Ion. Zonder snoer dus. Nou, als we de Bosch PMF 10.8 Lithium Ion uit de verpakking hebben gehaald, uit de Coolblue doos hebben gehaald, dan komen we weer een andere mooie koffer tegen. En dat is deze hard plastic koffer van Bosch. Ideaal om het ding in op te bergen en om ook de accessoires niet kwijt te raken. En dat zijn er dan ook nog best wel een paar. Want hier zie je natuurlijk de multitool zelf. Maar hier zie je het oplaadstation wat je nodig hebt voor deze lithium-ion batterij. Er zit geen reserve lithium-ion batterij bij. Dus misschien is het een idee als je heel veel klust en hem heel vaak gebruikt om er eentje extra aan te schaffen. De oplaadtijd is overigens 1 uur. En dan hebben we hier nog een hulpstukje voor deze schuurstukjes, hè, de schuurpapiertjes. Hier hebben we nog een extra zaagje. En dit sleuteltje is belangrijk, want met dat sleuteltje kunnen we de tools verwisselen. Nou, als we dan deze Bosch PMF 10.8 Lithium Ion eens even van wat dichterbij bekijken, zien we een mooi compact apparaat. Ligt makkelijk in de hand, heeft een soft grip, lekker stevig. Hier zit de aan-uitknop. Hier zit er dan volgens een knopje waarmee we dan ook nog nagenoeg traploos de oscillatie kunnen verstellen. En een speciale eco-stand voor een langere duur van de batterij. Nou, die batterij die zit in de achterkant. Deze krijg je bijgeleverd. En als je deze erin doet, hup, klik, nou ja, dan is die dus helemaal klaar voor gebruik. Hoef je eigenlijk alleen nog maar dit knopje aan te zetten. Moet je wel uitkijken, want hij staat op spanning op het moment dat hij geleverd wordt. Nou, je hoort het nu ook. En wat grappig is om te zien, ik zal hem even uitzetten, maar je zag het waarschijnlijk. Hier gaat een oranje lampje branden. Dan zie je hier een benzinetankje staan. Nou, dat vind ik wel grappig van Bosch, want het gaat natuurlijk echt over een lithium-ion batterij. Maar dit is de indicatie hoe vol die zit. Nou, de aan-uitknop. En hier zit dan vervolgens met een sleuteltje, dat sleuteltje wordt bijgeleverd, kun je dan vervolgens dit stukje vervangen voor een andere accessoire als een schuurstuk of bijvoorbeeld een slijptolletje of een ander handig zaagje. Dus dat doe je hier en door het eventjes om te draaien kun je dit eraf halen, volgende ding erop met sleuteltje. Zorg dat je het sleuteltje niet kwijtraakt. Het leuke van Bosch producten is dat ze natuurlijk uitvoerig getest worden en dat hoort natuurlijk ook bij een kwaliteitsmerk. Ook het in gebruik nemen van deze Bosch PMF 10.8 Lithium Ion is uitvoerig getest en dat zie je in dit filmpje. Het is een multitool en die is buitengewoon handig voor kleine klusjes op plekken waar je normaal niet kunt komen. Maar als je bijvoorbeeld heel veel meters wilt maken met bijvoorbeeld slijpen, ja, dan kan die natuurlijk toch niet concurreren met bijvoorbeeld een slijptol. De mogelijkheid om hem aan te sluiten op een stofafvoer is natuurlijk buitengewoon handig, met name in die ruimtes waar je eigenlijk liever helemaal geen stof wilt hebben. Heb jij allerlei klusjes te doen op een plek waar je geen stopcontact hebt en behelzen die klusjes dingen die deze multitool op zou kunnen lossen, ja, dan is de Bosch PMF 10.8 Lithium Ion een hele goede oplossing. Dus wil je deze Bosch PMF 10.8 Lithium Ion aanschaffen, dan ga je natuurlijk naar powertoolshop.nl of be. Kijk ook even naar onze interessante accessoires sets als bundelaanbieding. Bedankt voor het kijken. Graag tot de volgende review.